We hebben de gemeente een brief gestuurd om ze op te roepen om de werkzaamheden uit te stellen. Zoals je kan zien is dat niet helemaal gelukt. De winkeliers van de Betje Wolfstraat in Moerwijk zijn boos. De riolering van de Melis Stokelaan wordt vervangen en dus ligt de straat open tot midden 2018. Tijdens de feestdagen is het winkelgebied daarom minder goed bereikbaar. Er is een afspraak met de gemeente en met de bisgebieden van dat gedurende 15 november tot 15 januari een winkelcentrum gewoon heel goed bereikbaar moet zijn. Omdat je grootste verkopen gewoon in december is. Het is gewoon de meest belangrijke maand voor iedere ondernemer. Laat ik vooropstellen dat het een verrassing was. Er is een informatieavond geweest. Mijn collega's zijn naartoe geweest. En daarmee werden we eigenlijk verrast met een slechte bereikbaarheid voor een half jaar. Nou ja, dat is als ondernemer, als winkelier is dat natuurlijk een strop. De gemeente zou de werkzaamheden niet op tijd hebben doorgegeven. Verderop in de straat zitten ondernemers, winkeliers. En die willen graag bereikbaar zijn natuurlijk. En met hen is eigenlijk helemaal niet gesproken over dat dit eraan zit te komen. En zij zijn een beetje verrast door deze werkzaamheden. Het openbreken van de straat heeft verschillende gevolgen. Zo wordt het laden en lossen van de Albert Heijn een hele uitdaging. Ja, buiten dat het vervelend is dat er een straat afgesloten is en dat onze klanten hier moeilijk kunnen komen, is het ook onze vaste aanrijroute voor onze vrachtwagens. Dus we kunnen gewoon laden en lossen, maar dat betekent wel dat de vrachtwagen, als die aankomt rijden vanaf de verkeerde kant, dat hij dus eerst helemaal moet gaan keren voordat hij achteruit in kan steken. Ja, en in zo'n smalle, drukke winkelstraat levert het natuurlijk ook wel wat risico's op. Gelukkig hier geen puinhoop. Ik hoop dat iedereen blijft komen en dat we met z'n allen toch nog een hele leuke decembermaand gaan beleven.